de juiste werkzaamheden doen. Dat het volgens tekening gaat. Ze hebben alle tekeningen van het gebouw eruit zien. En die mensen hebben verstand van die tekeningen. Die zeggen tegen de timmerman, metselaar en alles. Dan zo moet het gemaakt worden. En dan kan er een mooie buiten staan. En dan gaan wij nu naar de... Dit wordt het dagopvang van een cello van gehandicapte kinderen. Die komen hier te zitten. Ja. Gehandicapte kinderen. Kijk, en hier. Ik heb allemaal die wat ingezet. Ik heb er een beetje afgestuurd door. Morgen is het wel gestuurd. Ja, volgens mij zitten ze, ja. Morgen hebben ze gewoon. Hier komt het gestuurd en dan kunnen ze het schilder weer een latex overheen doen. Denk dat hier, komt, hier komt een bank overheen. Je kunt de scan overheen. Er wordt een vloertje overheen gestrapt weer. En dan komen de tegels erop. En hier zal wel een wasbak komen kijken, daar zie je. Mm-hmm. En deze kan daar wel het toilet af. Binnenkomt en de lucht, frisse lucht. En de zomers warm is koele lucht. Is dat normaal kun je het niet zien over het pond. Ja, dan zie je alleen rooster wat er lekker van de lucht uitkomt. Maar dan zit er zo'n dikke pijpen zit er eigenlijk boven. Die zitten jullie in de school op. Ja. Hier waar de studio aan de gang. Welkom. Hier is het zo ook, hè. Hier zijn ze eigenlijk aan begonnen, vind je een halve muur. Wat is dit? Dit is gewoon water. Dan hebben ze het vleespunt afgewassen. Kijk, en dan krijgen we een beetje. Alles erbij. Hier dit wordt dan een antipaal. Ja, dat is een groot invalidehuis. Ja. Hier hebben die oude man een steen. Dat ik niet dat ik weet. Hier zijn we de oude mensen. Hier hebben we altijd een steen. We gaan proberen van de steen het bedrijf. Die we vandaag al een paar keer hebben gezien. Hoe zitten de mensen? Even. Even de schaft, daar zitten ze hier. Hij is er een tekenhandje. Ja, daar zit tekenhandje. Die jongens hebben hard gewerkt, die moeten even een boterham eten. Ja. IT, IT. Misschien moeten jullie een nachtje mee eten. Nu zien jullie spoorlos. Kijk, we hebben nu vanmorgen in de regen gestaan met de schilders. En ja. Nu hoe die jongens hier moeten zitten eten, ja, het is niet altijd... Roze uur en zonneschijn. Hoe zijn jullie hier nou al bezig? Hoe lang? Ja. Pas. Vind je het leuk om dit werk te doen? Hartstikke leuk. Is het werk in extreme weersomstandigheden nog steeds mogelijk? Ja, het is binnen. Wat zeg je nou? In extreme weersomstandigheden of dit werk dan mogelijk is? Leg het op. Of als het vriest. Waarom dan niet als het vriest? Wat? Waarom dan niet als het vriest? Als de koude kunnen materiaal niet gebruiken. Nee, maken, dat kan ook. Koffie. In dit gebouw. En daarom staan hier ook allemaal stijgers, dat de mensen dat kunnen doen. Bouwvakkers. Het zal snel gebeuren. Dit is de school volgens mij. Ja, dat boven. Lekker hoor. Je ziet daar ook. Een paperstapel. Timmeren. Die zijn nou hier binnen bezig en dan doen ze die fonds. Dan spuiten ze met de machine. Dan spuiten ze tegen de kolom en dan laten ze... Hele mooie tegeltjes. Volgens mij is deze badkamer al bijna klaar. Tenminste als je het hebt over tegeltjes. Dit is een mooie badkamer. Je ziet hier de afvoer voor de wc, de kraan. Misschien wel de badkamer met de rolstoelen die er alleen kunnen. Het is nog steeds het invalide gehandicapte huis. Moet iemand nog maar een douche dan? Ja, één keer. Lekker warme douche, zouden we wel goed doen, ja.
Kan je ons aanwijzen waar we net zijn geweest? Bij het, ik weet niet waar jullie zijn geweest. Het huis voor de invalide kinderen. Ja, dat waren de woning en spuit, hè? Ja. Denk dat jullie zelf te gaan platen? Nee, dat is ook weer een beroep van iemand anders. Ja, architect. Ja. Is het moeilijk om die, hoe heet het, dat uit te voeren? Om het uit te voeren? Ja. Een bouw zonder fouten die bestaan hier. Is het moeilijk? Iedereen zo werkt natuurlijk. Dat is fout gemaakt. En welke fouten dan? Ja, wat voor fouten? Er worden van allerlei fouten gemaakt hier en die moeten wij ook proberen op te lossen. Hier. De mensen maken fouten en wij moeten ze oplossen. Dus hoe staat het? We maken de poort open, de schapketen kunnen de mensen kunnen nog een boterham of een kop koffie drinken. De bouw ontgrendelen eigenlijk, alle woningen worden opengegooid. De poorten gaan open, de lampen gaan aan. Nou, zo staat het daar eigenlijk op en 's morgens dan zijn ze allemaal hier. Dan komen ze één voor één binnen vragen wat ze moeten doen of net op het vak. En zo staat onze dag eigenlijk. Komen de problemen zachtjes binnen druppelen. Ja. De lussen die erop kunnen, die zetten we meteen op. Ja. Maar neem maar een stijgen. Alleen? Maar een stijgen. Nee, die moet erop beginnen, dus blijft aan het werk komen. Maar het was wel leuk. Ik geloof het niet. Mijn jas trakteert ons op een lekkere maaltijd bij de McDonald's. Even stil. Niet. We zitten bij de McDonald's en we zitten aan een Happy Meal met een milkshake of cola. Heerlijk.